Oh, dek erom. What the fuck is dit? Oh god. Sample me. Dat klonk tering vet. Oh! Oh, gek! Dit deur nou niet dicht. Gast! Oh nee! Oh god! Yo mensen van de Circumber Lurch, kijk naar een nieuwe video op de Circumber. En vandaag doe ik weer H1Z1 samen met Volmer, een hele goede maat van mij. En vandaag gaan we weer lekker veel kills maken, lekker veel... Ja, weet ik veel, lekker veel exploren, laten we het zo noemen. Volmer... Laten we naar Cranberry gaan. Is goed, gaan we naar Cranberry. Prima. Ah, kut! Ik ga de hele tijd T doen en dat bug ik weer, want als je... Dat is wel een bug op H1Z1, als je dan T doet... Als je dan een richting op gaat, een out person, dan doe je T en dan ga je ineens die andere richting waar die naartoe kijkt. Ja, klopt, dat is wel raar. Kijk, ik wil je wat showen. Wat ben je? Ik was in... Ik kom naar het politiebureau. Ah. Dat wil je showen, man. Boom! Ah, nee, jongen. Serieus? Ja, jongen. Heb je die skin gekocht of zo? Nee, ik heb niet gekocht. Ik heb geruild. Ik heb die backpack niet meer. Echt niet? Ah. En dit groene masker had ik ook, weet je nog? Oh ja. Maar die heb ik niet meer. Ja. Dus vandaar. Ik pak de pijlenboog. Oké, misschien. Ik doe geen helm op. Want ik vind mijn petje cooler, dus. Is dit wel geloot of? Wat? Ik heb wel een handgun hier, maar ik ga gelijk voor goede dingen. Ja, ik ook. Ik pak nooit mijn handguns op. Nee, ja, goed. Tenzij je zo'n caravan ding land met meerdere mensen. Molotov zie ik en een AR heb ik nu. Ja, die Molotov zijn weer geadd. Op 1 april zijn ze geadd. Echt? Ik weet niet of dat zo blijft, maar... Ja, ze waren er niet meer in, nee. Nee, klopt. En er was van 1 april was er een soort van easter egg. Dan kon je met een magnum, deed 85% damage of zo. Laadde jij een gun trouwens? Ik laadde een gun. Okay. Ik ga naar oh shit, ik word beschoten. Ik ben er bij jou binnen. Ga naar beneden. Ga naar de bovenste verdieping, daar is een bug. Nog steeds een bug. Ja, weet ik, die zijn in kantoorgebouwtjes. Nee. Ja, kom eens. Zit ik wel bij jou? Jawel, vast wel. Ik kom boven, ja. Hier, kijk. Hier. Oh, zie je dat? Ja, klopt. Dat is er nog steeds. Vanaf deze kant zie je het niet, maar deze kant wel. Ja, echt, hè. Dat vind ik wel jammer. Oh, ik heb een Weaselet kreet gevonden. Oh, nice. Die zijn 3 euro waard of zo. Echt? Ja, daar heb ik er 3 van. Ah, ik heb dus 3 euro gewoon gekregen, of niet? Ja, zoiets. Ik weet niet of het nu nog steeds 3 euro is, maar in ieder geval wel in die... Ah, we zeggen gewoon dat het 3 euro is. Ik heb gewoon een fucking crate gevonden, grap. Van 3 euro. What the fuck? Oké, dat zou wel... Het staat ook gewoon echt letterlijk linksboven in mijn beeld. Dat is best wel goed op zich, maar... Maar kijk maar eens wat je eruit kan krijgen. Dat is echt insane. Echt? Eigenlijk alles wat je eruit kan krijgen is echt supergoed. Kijk. Oh, ik zie iemand. Hoor iemand. Oh, ik zie iemand. Ik zie die andere gast niet. Oh, volgens mij... Wacht even. De andere gast die gaat het sowieso looten, dus... Oh, ja, op het dak. Op het dak, ja, ik zie hem. Zie jij hem op het dak? Ja. Ik heb hem niet geraakt. Oh, auto. Ik ook niet. Shit, die stapt uit. Die ring dichtbij, volgens mij. Ja, die is naast het gebouw. Oké, als hier iemand komt, dan jumpen we gewoon uit het raam, oké? Oh, hij schiet al. Kom, we gaan terug. We gaan... Lekker hoor, er kan iemand aankomen. Oh, die andere gozer schiet op mij. Fuck, ben Git. Oh, ik zie je. Nee, kom op, maar gewoon... ik blijf hier wel achter dit hoekje, dan kan ik ook voor jou dekking. Ik ga nog even in die andere wc kijken, want dat zou ik net doen alleen. Oh nee, dat had ik al. Daar heb ik een bandage, ik ben helemaal niet gedamaged. Oké, kom hier. Ik ben... Ja, kijk even of hier iemand aankomt. Zo. Kom, we gaan even kijken. Waar we... Ja, bij die kant. Ja. Even kijken waar die is. Ja, het geluid is anders geworden. Ja. Hé, hey, was die radio tower daar? Volgens mij is die nieuw. Welke radio tower? Deze, hierboven. Noordwest. Het zou boven... Oh, de airdrop is dichtbij. Als we nu een quad hebben... Ja, een quad daar, bij het huisje. Waar ik de eerdere aflevering over had, dat daar wist al wel een quad spawned. Alleen toen ging ik dood. Dat was zwaar kut. Ja, het kan ook een trap zijn dat er iemand zit en die ons neerschiet, maar... Zou dat best een trap zijn, zo'n vieze trap? Nee, het is geen vieze trap. En er zit nog steeds vark. Ja, we gaan naar die, even kijken, noord, zuidwesten. Ja, ik weet het. Naar die airdrop wil je toch? Jo, laten we dat gewoon doen. Ja. Misschien kunnen we nog wel uit het vet zat halen ofzo, en dan. Ja. Nou, als we dat hebben gehaald, dan hebben we wel genoeg. Land je in het water, ja? Volgens mij wel. Sorry, kak. Kijk, even bij zo'n pilaar van de brug even gaan zitten, oké? Okay? Hier links. Nou. Oh, dek erom. What the fuck is dit? Oh god. Sample me. Dat klonk tering vet. Oh!
gek! Er komen meer, onder de brug, snel. Snel. Oh shit, er komt weer iemand. Oh. Oké, even eraf stappen. Gast, what the fuck? Lijkt net F-16's ofzo, ik schrok me de tering, jongen. Ja. Oh gast, we moeten even naar dat land daar. Oh, dat is nu echt leeg. We moeten even onder die brug door. Jongen, wat is er nu mis met die bommen, jongen? Ja, die zijn veel OP'er geworden. Het is nu om een airdrop te krijgen. Ik ga sowieso zo meteen dood, ik weet het 100% zeker. Kijk, snel, search. Ja! Ja! Het is gelukt, gelukt. Oh, je pakt serieus die bos. Je pakt de serieus dat struikje mee. Ja, klopt. Oké. Even zien. Ik heb wel wat loot van jou, by the way. Zie jij mij nu heet het op en neer gaan? Nee, niet op en neer gaan, maar... Ja, je switcht van wapens, zeg maar. Ja, klopt, maar bij mij ziet het er echt heel weird uit. Dan zie je mij de hele tijd gaan staak de hele tijd. Misschien ziet het er wel vet uit, hoor. Ik moet eerlijk zeggen. Ja, weet ik. Daarom wil ik hem ook graag. Ook al, dat lijkt me wel een van de vetste skinnen die je kan krijgen van haar. Ja, maar het is een van de goedkoopste skins eigenlijk. Ja, ik is dat gewoon lekker in huis. Maar die anderen zijn best lelijk, want het zijn allemaal Amerikaanse... Kijk, wat is de map? Oh, is het goed. Kunnen we hier wel even... Gaan we hier even overnachten, als het ware. Ja, is goed. Kijken, overblijven. Even kijken, is het al geloond? Nee, hier. Ik pak één kogel. Zo. Nee, mag je allemaal wel hebben. Ik heb toch 300 kogels of zo. Nou, ik wil straks proberen. Die deur kan ook dicht. Wat? Eet zo'n zoon, alsjeblieft. Daar hebben ze weer andere bugs weggehaald, als het ware. Oh, het bugt haast omhoog. Nee, maar daar hebben ze die bug weer weggehaald van die deuren in het kantoor. En dan komt Agent Z1 aan met dit soort shit. Ja, precies. Kan je ook op het dak hier voor ons? Hier, kijk. Ja, weet ik niet. Ik wil even kijken of ik hier... Gast! Oh, ik kom... Ik stap het aardrecht. Kan je ook op dit voorraadkasting... Dat kan normaal. Kan dat? Nee. Kijk. Oh, wacht. Ik stond er heel even op. Wacht. Kijk. Als je maar volgens mij kan jij op mij springen, of niet? Wacht, kijk. Oh. Ah, jammer. Nee, je vliegt wel een soort van. Halleluja. Het ziet er bij mij echt super grappig uit. Even kijken. En wat nou als ik op die deur ga jumpen? Kijk of dat... Ja, dat doe ik. Als ik op de deur ga jumpen en als je dan als het ware vanaf de deur, dat je dan... Dikke parcours. Echt, zo zit er nu iemand vanaf buiten te kijken wat we aan het doen zijn. What the fuck zou die wel denken? Oh, kijk. Je zou wel hier goed kunnen campen, Sivan. Lol, ik sta op de deur. Check wij dan, Sivan. Ja, ik geef pakken, jongen. Kijk, check wij. Ik zit ook letterlijk gewoon in de houten planken. Ja, klopt. Oké, hoe zit het met de map? Het duurt nog wel even. Ja, het duurt nog wel even. We kunnen ook gewoon een beetje rond gaan rijden, kijken of we mensen kunnen killen. Nou, dat doe ik liever niet. Oké. Piep, 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 piep. Nee, dat is weer zo'n risky iets, weet je wel. Ja. En kijk, kom eens. Kom eens kom. In de slaapkamer. Piep, 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 piep. Ik wil graag wat eten, bestel gewoon een steak. Hoeveel? Hoeveel kost een halve stack? Kijk jongen, ik ga je in de fik steken, sowieso jongen. Kijk, pak. Kijk, wat als je nou zo in het... Ja. Oh, dat ziet er fucking traag uit. 20, of nee. Haha, vuurtjes, fakkels, onze eigen gemaakte fakkels, jongen, sowieso. Bij mij zie je, als je first person rechts onder is, zo'n droog vlammetje met een flesje. Ja, bij mij zie je hem niet eens. Ik heb ze bijna, eigenlijk niet eens. Ik heb je betaald in hier. Ik vind die pijlenboog best vet, ik weet niet. Ik wil sowieso nog eens een keer die, Explosive arrows. Wow, gast! Ik heb fucking 4 Wiesland crates. Ik heb er 3 of zo. Even kijken wat ik eruit krijg dan. En ik ga even in het huisje even kijken als je eruit kan krijgen. Ik heb nog fucking 4, dat wist ik helemaal niet.
Ik kan er dus een... Oh, het ziet er best wel super vet uit. Al, eigenlijk is alles goed. Ja, inderdaad. Alles ziet er wel vet sick uit. Die helm, die rainbow helm, die Dragon Lord pekka, die bril. Die bril. Fucking ja, maar alles is vet. Als je zo'n key hebt, dan is alles vet. Die leather jacket zit er ook wel nice uit. Silk padded pants zit er ook wel nice. Ik wil nog meer pants hebben, man. Daar heb ik heel weinig van. Ik draag eigenlijk altijd deze die ik nu aan heb. Ja, of okay, broek heb ik ja. Ook. En ik heb ook nog zo'n camo bloemetjesbroek. Ik heb een blauwe broek. Dus ook was het ook wel. Nou ja, goed. Dat is wel camouflage, maar dan is het weer blauw. En dan denk ik van, oh, heb ik eigenlijk een keer een broek? Ja. Ja, die hunting crab zit er ook wel nice uit en zo. Het ziet er allemaal nice wel uit. Dus misschien koop ik wel eens een keer een key, ik weet niet. Ja. Jij ziet er ook wel sick. Wow, jouw bril. Wow. Oh, wat? Kijk dit shirt. Even kijken. Ja, ik doe meer aan de camouflage. Terwijl ik wel een plaatje. Kijk dit shirt. Oh, wow. Ja, zo. Even kijken, heb ik nog een. Ik heb wel een skin voor mijn helm en zo. Voor een... Heb jij een skin voor deze blauwe helm, by the way? Yep. Gooi maar. Volgens mij zo'n ding? Laten we wel zien. Ja, zo'n soort van captain. Ja, zo'n hoe heet dat soort dingen. Oh, dan moet ik hem even opdoen. Dat is een dure. Oh, wacht even. Die. Ik ga kijken. Ik kijk letterlijk met een verrekijker op jouw hoofd. Jij lijkt net een knakworst ofzo. Oh. Mag gedropt. Ja. Het ziet er wel vet uit. Ja, dat is de goedkoopste volgens mij. Volgens mij zijn er helemaal niet zoveel van die. Skins volgens mij zijn helemaal niet zoveel skins voor die helm. Kijk, ik heb dit hoedje en ik heb nog een hoedje. Kijk. Ik zweer jongens, ik heb ook iemand in lopen. Blijf je een skin van de geweer vet vinden? Ik weet niet. Ik kan niks apply ofzo. Nee, boeien. Ja, weet ik. Vind ik wel super vet. Ik gebruik de AR eigenlijk het meest. De AK is helemaal niet zo sterk, dus daarom gebruik ik deze. Dus staan we nog steeds goed? Wat zeg je? Staan we nog steeds goed? Ik weet niet. GC? Ja. Ja. Cranberry gaat het waarschijnlijk eindigen. Oh, dat zou super vet zijn. Ja, dat zou vet zijn. Als het in Cranberry gaat eindigen, dan... dat heb ik echt een keer gehad. Dat hebben we al één keer gehad, hè? Ja, klopt. Dan gingen we mooi in zo'n flat campen en zo. En dan wil je schieten vanuit de flat. Kijk, als je V doet, kan je anders gaan staan. Dus nu sta ik zeg maar in combat modus en nu sta ik gewoon normaal. Maar dat kon altijd al gewoon. Ja, I know. Maar dit ziet er wel vet uit. Ja, toen dat ik een survival ging, dan deed ik dat ook altijd. Ging dus het base altijd protecten, weet je. Dan stond je zo een beetje van... zo van, ja. Oh, je kijkt de bad boy. Ik vind survival niet zoveel aan in het spel. Nou ja, toen heeft ik met heel veel maten van was. Dat was best wel leuk. Oh, het is een nieuwe map. Oké, we moeten. Het is nog steeds een cranberry, maar dan een beetje naar boven. Nou, ik hoop dat het in de cranberry gaat aangaan. Dat zou super vet zijn. Ja, klopt. Stap in. Oh, ik dacht, what the fuck? Ik ben een quad hier. Ik ben ook een keer met een quad flat ingereden. Is één zo'n flat. Ik kan niet uitstappen. Echt niet? Oh, nu wel. Ik ben uitgestapt. De deur nou niet dicht. Gast! Oh, nee! Oh, god! Oh. Bruh. Je viel helemaal om met die quad, bruh. Oh, ik dacht dat ik hem juist nu zo net dicht had gedaan, maar hij moest nog dicht. Kom, ik ben dood. Oh, what the fuck gebeurt er? Richting dat open veld. What the fuck gebeurt er? Achter je. Oh, hij is maar aan het looten, bij steen. Het zijn er twee, hè? Bij één steen ligt...
Hoe heet het? Bij één steen. Ja, het zijn er twee. Ze staan nu bij elkaar. Kak. Fuck. Ik ben ze kwijt. Rip. Ik ren maar gewoon. Ja. Oh, ik zie ze. Ik zie ze. Ze zijn doorgereden. Met de quad zijn ze doorgereden. We moeten flink geschoten in Cranberry. Weet je er niet een whitelist op zetten? Waarom doe je dat? Oh, ik heb een flinke hits gedaan bij één persoon. Nice. Oké, ik ga nu rennen. First aid kit. Wow, dikke knal hier, jongen. Door die nieuwe sound effect, jongen. Wow, gek. Moet je maar niet onder zetten. Oh god, hier zit iemand in het gebouw. Oh kak. Fuck, ik ben dood in mijn eigen molotov. Meen je dat? Ja. Fuck. Ik zag zo'n persoon. En ik gooide de molotov gewoon naar binnen. Als het ware, gewoon letterlijk naar binnen. Hij was naar binnen gevallen. En toen. Oh, dat is echt naaiend. Maar wat toch gebeurde? Toen door die bug van Agent Zero, hangde het vuur, zeg maar, als het ware, in mijn lijf. Oh, dat was jammer. Mensen, vonden jullie deze video leuk? Druk dan maar zo op de blauwe duimpjes. Vergeet niet te abonneren en dan check ik jullie later.